Vorige keer in het Seb eSport Race Kampioenschap gaf Levi de andere coureurs een handige tip. Tip voor de volgende keer, haal niet in op sommige plekken waar die kan. Verder pakken Jesse brons, Yannick het zilver en Xander wederom goud. GP van Zandvoort, die wil iedereen natuurlijk winnen. De belangrijkste wedstrijd om te winnen dit seizoen. Iedereen voelt kriebels. Het kan gewoon je seizoen bepalen. We rijden op Zandvoort. En dat is een thuiswedstrijd. Iedereen zijn favoriete race. Dus wie wordt er straks eerste? De coureurs hebben hier allemaal eerder een kwalificatietijd tegen elkaar gereden op de selectiedag. Toen pak Xander de allersnelste. De strategie is natuurlijk anders, want bij de selectiedag was het gewoon één rondje rijden en kijken of het een goed rondje was. En nu is het natuurlijk voor het echi en het wordt spannend. Dus tijdens de track study voor de race is de sfeer gespannen, want iedereen krijgt straks een tweede kans om zich hier in Zandvoort te bewijzen. Vergeleken met de selectiedag zijn we met de races door allemaal sneller geworden, allemaal professioneler. Soms nog wel een klein beetje klieren, maar we zijn veel serieuzer geworden. Niemand hier is nog hetzelfde als toen we hier begonnen, maar het is ook eigenlijk een soort leerweg voor ons. En ook in het klassement komt iedereen steeds dichter bij elkaar in de buurt. Zo liggen in de middenbotenpunten wel heel erg dicht bij elkaar. In het teamklassement zijn er weinig verschuivingen te zien en liggen team White en Blue dik bovenaan. Voor één van de coureurs is Zandvoort een circuit dat hij niet alleen in de games bezoekt. Zandvoort is een speciaal circuit voor mij omdat ik er ook regelmatig ben. Ik ben vaak op Zandvoort omdat mijn vader daar de Formule 1 heeft georganiseerd toen. Voor het eerst dat hij in Nederland kwam. Die had iets met het verkeer in Zandvoort, ik weet het niet precies, maar het is gelukt. En eigenlijk ben ik daar ook vaak geweest omdat hij dat proces helemaal heeft laten zien aan mij. En daarom ben ik ook eigenlijk Formule 1 fan geworden. Ik vond het heel erg grappig om te zien. Het verschil dat je in het echt ziet online en in het echt, dat is gewoon bijna niet te vergelijken. Want het is natuurlijk in het echt is het veel anders dan op de computer. Maar de baan zelf, de layout en alles, dat is natuurlijk wel hetzelfde. Maar eigenlijk als er niks race of niks gebeurt, dan is het eigenlijk maar een stukje asfalt eigenlijk. Maar tijdens de Formule 1 zijn er zoveel mensen en dat is zo leuk om te zien. De kwalificatie is gereden en dit is de starting grid van de Dutch Grand Prix. Yannick start vooraan op P1, Xander start op P2. De kwalificatie van Tijm is niet zo soepel verlopen en hij staat op de laatste plaats. Nederland, oh Nederland, jij bent mijn kampioen. Welkom bij de Grand Prix van Nederland. Dit keer rijden wij op het prachtige circuit van Zandvoort. Dit circuit bevat als enige van alle circuits twee fantastische bankings. Het circuit beschikt over een lengte van 4,2 kilometer en heeft 14 bochten. We gaan kijken naar de coureurs die zich opmaken voor de Dutch Grand Prix. En we zijn vertrokken onderweg naar bocht 1, waar de coureurs voor de eerste keer mogen aanremmen. Wie zal het laatste remmen? Giel aan de binnenkant, Xander remt het laatste. Nou, de leiding. Dan hierachter in het veld lijkt iedereen het rustig aan te doen bij die Tarzanbocht. En zo hebben we een rustige start in Nederland. Onderweg naar die eerste kombocht, ook wel de Hugenotsbocht genoemd. En moet je kijken wat vet. Coureurs gaan bovenlangs, onderlangs. Wat mooi om te zien hoeveel verschillende... Oh nee, maar achterin gaat het mis. Twee coureurs raken elkaar volledig, maar hopelijk kunnen ze beide hun weg vervolgen. Dan moet je kijken hoe smal het hier is. Die coureurs kunnen net twee wijd door deze bochten onderweg richting het schijfvlak. Een van de mooiste bochten van het circuit als je erbij vraagt. Hier onboord bij Mees. Gaat hier proberen bij zijn teamgenoot. Ja. Goed gedaan van Mees die zo een plekje naar voren opschuift. De coureurs volgen elkaar prachtig door die Hans-Ter-chicaan. Maar maak je daar een foutje, dan lig je zo in de grindbak. En moet je kijken, Gavin pakt gewoon twee plekken tegelijk en hij schuift zo door naar P4. Jesse zit op de staart van Giel, maar gaat hij voor een aanval voor P2?
Heel snel achterlangs kruisen, dat ging nog maar net goed. Wat deed jij? Ik schrok me kapot. Sorry. Dat was blijkbaar dus toch een touché waar Jesse behoorlijk van schrok. Kijk eens, Jesse maakt nog een klein foutje waardoor Giel weer naar P2 gaat. Nee. Giel gaat eraf. Veel te veel die curbs. Hij verliest de achterkant en gaat de muur in. En hij komt achter Jep de baan weer op. En direct voor zijn teamgenootje Yannick. En Yannick is aan het vechten voor punten. Dus ik hoop niet dat Giel hem in de weg gaat zitten zometeen. In het middenveld zit het allemaal nog steeds heel dicht bij elkaar. En lijken de verschillen klein te blijven. Oh, dan hier. Giel zit achter Jep, remt te laat. Daar wordt hij heel hard op de rem. En Yannick vliegt er zo bijna bovenop. Kan Yannick hiervan profiteren? Yannick pakt een veel betere exit en zet hem nu al naast Giel. Met zijn tweeën richting bocht 1. Zij, Giel de binnenkant, Yannick aan de buitenkant. Oh, Giel redt later en hem houdt zo zijn P4. Achter de top 5 gaat het ook hard te keren en zit het heel dicht bij elkaar. Kleine touché van Levi bij Kevin, maar gelukkig kunnen ze allebei doorrijden. Sorry Kevin. Hier de leider van de race. Zijn naam is Xander en hij lijkt een rustige race te rijden. Bij de start was het voor hem even opletten, maar inmiddels is hij lekker onderweg. Stef, die gaat hier voor een actie buiten om bij Mees. Goed daar hem een beetje gas geven door die bocht. Ja, en hij zit ervoor. Goed gedaan, Stef, maar Mees geeft niet zomaar op. Geef gas, gaat er buiten om, toch weer terug langs. Xander inmiddels richting ronde 4 en misschien zal hij richting een pitstop moeten gaan. Jesse, op welke band zit je? Medium. Dit is gek. Xander begint nu aan Jesse te vragen op wat voor banden hij rijdt. Waarom doet hij dat? Wat is dit voor tactiek? Jesse die ligt inmiddels op een mooie P2 en kijk eens wat een plaatje van Hugo Holtzbocht. Fantastisch! Giel aan de onderkant en Yannick aan de bovenkant. De eerste coureurs hebben hun pitstop gemaakt en oh nee! Wat gebeurt er nou? Bradley Spitt raakt zijn teamgenoot! Sorry Nadal, is meer. Al mijn banden zijn zo heet. En daar lijkt het zeker op Bradley. Hij glijdt en hij glimt over de baan. Het gaat allemaal nog maar net goed, maar Bradley, je moet naar binnen jongen. Laten we ondertussen even kijken bij zijn teamgenoot, want ik hoop voor Nadal dat hij geen schade heeft. Daar komt Xander en niet alleen Xander, de hele top 5 komt naar binnen. Laten we kijken waar die top 5 uitkomt in vergelijking met de rest. Xander gaat van de leiding weer terug naar de leiding en zo lijkt hem niks in de weg te zitten voor de overwinning. Maar we zijn er nog lang niet. Giel zit heel dicht achter Levi en zo heeft Giel een plekje verloren. Maar kijk, hij gaat er alweer voorbij op wel een heel smal gedeelte. Goed gedaan, Giel. Levi lijkt een beetje problemen te hebben. Wat is daar aan de hand? Inmiddels zit hij 3 seconden achter Giel. Oh nee, daar gaat Levi kuit de muur in. Wat gebeurt hier nou? Levi lijkt door te rijden, maar hij rijdt wel heel langzaam. Ga aan de kant, jongen. Je rijdt in de weg. Wat is hier aan de hand, Levi? Gaat het goed? Ja, mijn stuur hangt gewoon schuin. Maar Xander gaat wel alles goed. Hij heeft geen problemen met zijn stuur en hij kan lekker door blijven toeren. Yannick is inmiddels lekker onderweg en probeert de aanval te openen richting Jep. Yannick rijdt nu op P4 en hij komt steeds dichterbij. Tijmen moeten we er even uithalen. Gestart op P20 en inmiddels rijdt hij op P8. Wat een race van hem tot nu toe. Maar hij wil eigenlijk nog veel hoger komen natuurlijk. En kijk eens hoe stijl die kombocht is en hoe snel de coureurs er doorheen vliegen. Hier Jesse rijdt inmiddels nog rustig op P2 en ook voor hem is er geen vuiltje aan de lucht met 2,5 seconden voorsprong op Jep. Ho, maar dan moet je wel geconcentreerd blijven rijden Jesse, niet te laat remmen zoals hier in bocht 1. Bradley heeft ook ondertussen zijn pitstop gemaakt en dat mocht wel na een paar foutjes. Hij zit nu in een groot gat met vrije lucht. Kom op Bradley, pushen. En wat blijft het toch een fantastisch circuit, jongens. Een hele technische baan met veel snelle, maar ook langzame bochten zoals deze chicaan. Zandvoort is echt een circuit voor de grote jongens. Dan hier terug bij Yannick, die inmiddels echt op de staart zit van Jep. Het inhalen op dit circuit is niet makkelijk, dus zal Yannick rustig moeten blijven en wachten tot het perfecte moment.
Dan hier Jester, zoals eerder genoemd, geen vuiltje aan de lucht. Gaat de vroeg, oh nee, gaat de vroeg op het gas. Hij gaat de vroeg op het gas en hij spint volledig, dat meen je niet. Weg podium voor Jester, wat een pech. Jester zakt helemaal van P2 terug naar P4. Stef voelt de hete adem van Tijm in zijn nek, want hij wil er heel graag voorbij. Gaat het hem hier lukken? Nee, dat lijkt me niet. Beetje op het gras, keus, maar hij is voorbij. Fantastisch, wat een actie. Oh, nee, je hebt verremd zich een klein beetje in de chicane. Nu moet Yannick voor zijn poging gaan. Zit er heel dicht achter, zit er bijna naast, maar het lukt hem niet. Met nog maar 2 rondes te gaan is dit het moment om in te halen. Oh, wat een aansluiting door deze bocht. Wat een exit van Jep. Hij zit er heel dicht op, moet er grof bij komen. Kom op, Yannick. Aan de binnenkant met z'n tweeën richting bocht 1. En wie duikt hier als eerste die Tarzan bocht in? Yannick heeft de binnenkant en hij houdt de binnenkant. Yannick naar P2. Goed gedaan en volhouden. Dank Sander zit in de laatste ronde. Dan gaat hij voor zijn tweede overwinning op rij. Nog een paar kilometer en dan is Xander al bij de finish. Maar wat kan Jep nog proberen om P2 terug te pakken? Nog een klein rechtstuk voor een volgende poging. Met die DRS-vleugel open en in de stipsie van Yannick. Allerlaatste poging voor Jep om op die P2 te komen. Jep redt het niet en zo lijkt het dat Yannick P2 pakt en Jep op P3 blijft haken. Xander moet nog maar 1 keer aanremmen en dan kan hij richting het zwart-wit geblokte. Wat een race voor Xander die deze race heeft gedomineerd. En ja hoor, het is inderdaad Xander die de Dutch Grand Prix wint. Fantastisch gereden, Xander. Lekker. Lekker, P2. Ik ben zo blij mee. Ik ben zo goed teruggereden. Lekker bezig, Yannick. Ook jij hebt fantastisch gereden. Jep maakt het podium compleet met P3 en eindigt met een knal. De GP van Nederland is gereden en dit is de uitslag. Xander pakt met een dominante race P1 en schrijft zo 25 punten op zijn naam. Yannick eindigt op P2 en Jep maakt het podium compleet met P3. Tijm is driver of the day omdat hij van P20 uiteindelijk op P7 is gefinished. Wie is jouw favoriete coureur van dit seizoen? Ga naar de link in de beschrijving en stem vanaf nu op de driver of the season. Als je stemt maak je kans op dit echte Sepp eSport prijzenpakket. Hoe jij heel hard. 2 uitvallers. Kun je me vertellen wat er gebeurd is? Ja, we zaten op het rechtstuk en ik werd gebeukt. Eerst werd ik gebeukt en toen spinde ik en toen werd ik nog een keer gebeukt en helemaal gescoord. 2 keer gebeukt? Ja. Door? Ja, Daniel. Daniel. Ja. Is gebeurd? Ik had meer snelheid uit het komen van die bocht. Ja. Ik had niet verwacht dat hij een iets slomer snelheid had, dus ik kon niet op tijd uitwijken. Ik tik hem heel zachtjes aan. Van pech, allebei geen punten. En vooral hier in Zandvoort, dat is even vervelend. Geef elkaar even nog even de hand. Tijm is 7e, geweldig. Gefeliciteerd, jongen. Ja, van 20e naar 7e. Ja, wel, dat is voor jou een wereldprestatie. Ja, dat vond ik wel een goede prestatie. Ja. Heerlijk. We hebben weer een team die het beste heeft gereden. En dat is Team White. Kijk eens, jongen. Alsjeblieft, jongen. Gefeliciteerd. Geweldig. En natuurlijk thuis, op je thuisrace op het podium te staan, ja, dat zijn dromen die nu uitkomen. Na deze uitreiking zijn er geen verschuivingen in het teamklassement. Maar Team White lijkt wel weer meer uit te lopen op Team Blue. Dan de individuele prijzen. De bronzen plak gaat naar Jep! Yep. En nummer 2 gaat naar, kijk hem eens lachen, Yannick! Op Zandvoort het podium was altijd al een droom. Dus dat is vandaag uitgekomen. Goud of zilver, maakt niet uit. Ik heb gewoon goed gereden en ben er blij mee met de medaille. En dan de gouden plak. Nou, zeg. Is het dan weer Xander? Ja hoor, daar is hij. Xander! Kijk eens, Xander, alsjeblieft. De eerste bocht zat ik al helemaal voorin. Dus ik reed toen gewoon weg. En ik zag Sabine terug. De volgende keer rijden we in Monza, Italië. In het coureursklassement wordt het spannender dan ooit, want Giel en Jesse schelen nog maar 3 punten voor de derde plek in het coureurskampioenschap.